Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Oké, ik zoek nu contact en ik heb ook contact gevonden met, ik moet hem goed uitspreken, Henk Ramnandalaal. Dat is de leider van PALU, PALU Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie. Buitenparlementair zijn jullie toch, op de moment, Henk? Ja, meneer Pinas, laat me beginnen. Uw luisteraars ook natuurlijk te groeten. Ik geloof dat het Nederland het goedenavond is. No? Het is 9:30 hier, ja, de avond. Ja. Ja, ik ben overigens wel ander voorzitter van de PALU, hoor. Ik ben niet de leider van de PALU. En we zijn inderdaad buitenparlementair. Dus jullie stellen niks voor? Nou, dat zou ik niet zeggen. Ik zou dat niet zeggen. Maar de PALU heeft ook buitenparlementair heel veel betekend. En zeker op dit moment, er zijn inzichten die doorbreken bij een aantal mensen die... Echt wel, als je terugkijkt van waar die gedachten vandaan komen, die komen echt wel uit de gedachtegoed van de PALU. Wat voor gedachten dan? Ik bedoel, het land is in een crisis. Daar heeft PALU ook mee aan gewerkt, hè? Dat Suriname vandaag de dag aan in een crisis is, toch? Hebt u daarover? Dat moet u dan even toelichten. Nou, ik denk iedereen die de coalitie gevormd heeft de afgelopen 10 jaar is debet aan de situatie, de huidige situatie. Maar waarom afgelopen 10 jaar? Waarom niet afgelopen 20 jaar? Of afgelopen 30 jaar? Of afgelopen 40 jaar? We kunnen ook afgelopen 300 jaar noemen toen de slavernij er was, maar ik pak een tijd. Begrijp je? Dus waarom zegt u afgelopen 10 jaar? Omdat afgelopen 10 jaar, het is voor u. En iedereen, het is nog geen geschiedenis, dat zien wij nog. En u was er ook in het beleid van de afgelopen 10 jaar. Vandaar dat ik de afgelopen 10 jaar wil aanhouden. Als je het goed vindt. Nee. Noemt u iets wat 10 jaar geleden is begonnen? Waar we nu op dit moment last van hebben? Ik weet wel, 10 jaar geleden was ik Suriname. En toen kon ik dollars en euro overal kopen. Voor een normale koers. 2015 ook. Maar toen was er al iets met de koers aan de hand. 2015 sowieso was het al... Nee. Ik praat 10 jaar, was het 82. En is alleen maar... Nee, berg maar in 2010. Uh-huh. In 2010 stond die 82 ook onder druk. Oké, maar ik als sterveling merkte er niks van. Dus ik kon nee, het gewoon u heeft het gemerkt. We hebben moeten devalueren in december 2011. En het is gebeurd omdat Venetiaan, die was, degene Venetiaan 3, die was FISO aan het uitvoeren. En toen was FISO 1 uitgevoerd tegen het advies van de IDB en het IMF. En FISO 2 moest nog uitgevoerd worden. En daardoor stond en een heleboel mensen, die vergeten de geschiedenis. De binnenlandsschuldplafond was door minister Hildenberg zelfs lichtelijk overschreden. Dat was er sprake van. En als eerste wat de regering Boudersen 1 toen heeft gedaan, heeft het schuldenplafond verschoven. Ik weet niet of u dat weet in 2010. Dat weet ik. Maar dat was toen de realiteit. Dus waar praat u over afgelopen 10 jaren? Begrijpt u, Bouters het... Meneer Ramnandalaal... Anderhalf miljard, even. Dus nee, dus waarom ik u die vraag stel... Alles waar we nu last van hebben... zijn besluiten die zijn genomen na 2015, regering Bouters 2. Alle bezaken, of het nou gaat over devaluaties na 2015... of het gaat om al die leningen die zijn genomen na 2015... Het gesjoemel met het, de kasreserves na 2015. De omstreden valutawet na 2015. Het in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad, waar het uiteindelijk in uitmondde en die gestopt is door een coalitie na 2015. Begrijpt u? Kijk, dus u was er niet meer bij dus na 2015? Na 2015 waren we er niet bij. We hebben dus altijd gezegd... U was je handen in onschuld. Wij wassen ons handen in onschuld. De mensen die praten over de afgelopen 10 jaren, ik begrijp waarom ze dat willen voeren. Omdat ze dus de hele lood willen zetten op de regering, de president Boudersen. Absoluut. Maar laat het duidelijk zijn, als de regering Boudersen 1 zo'n slecht beleid had gevoerd,
Waarom is de NDP van 18 zetels naar 26 zetels gegaan in 2015? Begrijp je, een heleboel mensen die dus dat beweren van de afgelopen 10 jaar, die kunnen die verklaring mij niet geven. Want Boudersen 1 had duidelijk een totaal anders financieel beleid gevoerd. En laat mij u zeggen, en dat gaat misschien een beetje op de borstklopperij horen, kennelijk lag het dus niet aan de NDP. Maar aan Palu. Dat het maar kennelijk aan de Palu, ja. Met die 2 zeteltjes. Want het ligt, maar laat u in ieder geval duidelijk zijn, het lag ook zeker niet aan de ABOP. Ja, maar of de PL. Had u zoveel in de pap te brokkelen dan met die 2 zeteltjes? Wij hebben met dat weinige wat we hebben gedaan, hebben wij Boudersen 1 een progressief gezicht gegeven. En ik ga u een paar verworvenheden van Boudersen 1 noemen. Die onder het beleid van minister Hock, de Palu, heeft plaatsgevonden. En waar de huidige regering nog profijt van heeft. Dat zijn met name de 2 goudovereenkomsten, de hele voordelige goudovereenkomsten die zijn gesloten met Newmont en IAMGOLD. Waar op dit moment, omdat de olieprijs omlaag duikt en de goudprijs omhoog duikt, hebben we nog heel veel inkomsten uit die sector. Begrijpt u? Dus dat, maar ook, dat, schrijft u, dat schrijft u toe aan de Palu? Ja, dus ik schrijf het toe. Ik schrijf het toe aan Boutersen, want voor zover ik weet hadden de ministers niks te zeggen. Alles gebeurde vanuit het kabinet met presidentiële commissie, dat weet u toch ook? Maar waarom is dat progressief beleid niet voortgezet na 2015? Zegt u me dat? Waarschijnlijk. Want waarom, waarom is er uitverkoop gehouden aan Suralco toe? Waarom zijn de Chinese hektrollers hier gekomen? En we hadden bijna onze viswater na 2015 verkocht aan de Chinezen. Waren bijna onze aandelen in IAMGOLD verkocht. Ja, waarom Junk staat op zoek naar geld. Net een junkie die lopen en op zoek is naar geld. Nee, toch? Dat nee, was het, toch? Nee. Alles ging toch voor geld, een appel en een ei over de toonbank? Maar meneer Pinas. Meneer Ramnadal. Dat geld hadden ze moeten halen bij de Belastingdienst. Waar er afgelopen 5 jaar, vanaf 2015, bijna 5 miljard aan achterstallige belastingen geïnd moeten worden. Wij hebben gesproken met de Belastingdienst. Toen we de cijfers zagen en analyseren, we zeiden van, hey, er moet minimaal een 4 miljard bij de Belastingdienst niet geïnd zijn. En we spraken toen met de directeur, toenmalige directeur van de belastingen, die zei, Henk, inderdaad, het klopt. Volgens onze berekeningen bijna 5 miljard is niet geïnd vanaf 2015. En u ziet het in de cijfers. Na 2015 zijn de belastingeninningen drastisch omlaag gegaan. Van 20% van onze BBP, wat we jaarlijks ontvangen ongeveer gemiddeld, tussen 2000 en 2015 was het 20%. Na 2015 daalt het naar 12%. En dat is het misdadige wat wij als Palu zeggen. Het misdadige is dat minister Hoefdraad, regering Boudersen 2, hun taak niet hebben uitgevoerd zoals ze zouden moeten hebben uitgevoerd. Het was geen behoorlijk bestuur, waardoor ze minder belastingen hebben geïnd. De overheid kreeg minder belastingen binnen en ze zijn het gaan lenen. En ik ga u zeggen, wat misdadige daarin is, dat we minder belastingen hebben geïnd, komt ook omdat zij partijtoppers hebben bevoordeeld. Mensen hebben, importeurs en ondernemers, vrienden van de NDP, die mochten geen invoerrechten betalen. Die mochten een aantal producten invoerrechtenvrij importeren. En daarmee zijn nog een aantal andere dingen invoerrechtenvrij geïmporteerd. En mensen gaan misschien een paar jaar vergeten zijn wat voor rol meneer Chatelal heeft gespeeld in dit alles. En daarvoor was het meneer Van der Kombi, maar ik ben even die naam kwijt. Kalibdeusim. Ja, en hoe meneer Sardjou, ja, en hoe meneer Sardjou beleidsadviseur is. Of een onderdeel is geweest van het kabinet van de president. Overigens zijn dezelfde ondernemers die nu dicht bij de huidige president staan. Meneer Kirplani, waar staat die nu? Begrijpt u? Dus het gaat erom, meneer Pinas, dat we leren begrijpen. We moeten. Ik heb dat ook tegen een aantal andere politici gezegd, onder andere van de NPS. We zijn geneigd om partijpolitieke overwegingen, allerlei verdraaiingen van onze geschiedenis te vertellen en noem het maar gerust leugens. En vervolgens wat te doen, we gaan onze eigen leugens geloven. Terwijl de cijfers laten een heel ander beeld zien. De daden laten een heel ander beeld zien. Als het inderdaad zo'n slecht beleid was gevoerd door Boudersen 1, had dan het volk dan
diezelfde NDP van 18 zetels naar 26 zetels gegeven. Nee, toch? Jawel. We hebben gezien wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd. Meneer Ramnarana, die verkiezingen van 2015. U zegt Botus heeft 26 zetels gehaald in plaats van die 18, toch? Dus een groei. Dat komt, dat is gebeurd onder valse voorwendsel. Dat weet u toch, dat er het geld al, dat er geen geld was toen al. Want de eerste speech van Boutussen in 2015 na herkozen te worden, herkozen te zijn, was toch een precaire situatie? Is het zo simpel geweest? Valse voorwenselen. Ja. Want nu ook toch, afgelopen mei zijn er ook allerlei valse voorwenselen verteld. Begrijpt u? Dus Betekent is het wel zo leren. Simpel geweest? Omdat De vooruitgang was daar. We hebben 152 kilometer aan waterleidingbuizen met water aangelegd. Een ander cijfer wat ik u kan geven is dat de kas, de monetaire reserves. Men zegt ja, Venetiaan had een heleboel geld achtergelaten. 650 miljoen US dollar had Venetiaan achtergelaten aan kasreserves. Ja. Die zijn gegroeid in de periode tot 2015. Naar 1,1 miljard. En daar iets is gedropt naar 750 miljoen eind 2014-2015. En na 2015 zijn die monetaire reserves helemaal leeggeroofd door de NDP. Begrijpt u? Dus als dat inderdaad zo slecht was geweest, dat financieel beleid, waarom laten die cijfers een heel ander beeld zien? Dus, begrijpt u? Dus wat u ineens zegt, dat er in 2015 had Suriname gewoon geld, genoeg, voldoende geld in kas. Klopt. Gaat u de cijfers bij de centrale bank op de website zien? Waarom zegt de president na zijn eerste speech, nadat hij herkozen is, dat het land in een precaire situatie verkeert, er is geen geld. En voor de verkiezingen heeft, kent u meneer Caldera van de NDP? Die had het ook gezegd van, we hebben geen geld. Hoe komt hij aan die cijfers dan? Die cijfers hadden te maken met het neergaan van de olieprijzen, meneer Pinas. Omdat we in 2015 al te maken hadden met het neergaan van de olieprijzen. En we voorzagen dat er ongeveer 1,1 miljard, schrik niet, de overheid kreeg daardoor 1,1 miljard minder aan inkomsten in 2015. Dat was de voorspelling die we al hadden gedaan begin 2015. En wij hebben toen gezegd aan de regering, hadden we aanbevolen als PALU, van je moet op een andere manier reageren op die crisis die eraan komt. Je moet niet alleen maar bezuinigen, maar je moet investeren in de productie. Ik weet niet of u zich herinnert en u kunt op straat eens opzoeken. Toen de regering Boutussen II aantrad, hebben ze hearings gehouden. Ja. Onder leiding van ex-president Wijnand Bos. Toen een hearingcommissie. Ja, toch? Wij zijn toen geweest. In september 2015 naar die presidentiële commissie om ons advies te geven. We hebben gezegd, meneer Weidenbos, de regering moet korte termijn maatregelen nemen in combinatie met lange termijn maatregelen. Korte termijn maatregelen met onze ogen gericht op waar we over 10, 20 jaar willen zijn. Want het kan niet zo zijn dat je nu maatregelen neemt voor de korte termijn omdat je geld nodig hebt, maar dat je jouw lange termijn doelen eigenlijk verder van huis duwt. Begrijpt u wat ik bedoel? Als we de productie nu ook speelt, dezelfde problemen waar we nu tegenaan kijken, zijn precies hetzelfde met de Pinas. En het probleem is, kennelijk heeft die oppositie, die nu in de coalitie zit, heel slecht nagedacht over hoe ze die problemen zouden moeten oplossen. Maar de oplossingen zijn precies hetzelfde als wat wij toen hebben geadviseerd aan ex-president Weidenbos in 2015. Namelijk, je gaat korte termijn maatregelen moeten nemen, maar je moet vooral in die maatregelen moet je opties laten voor wat we noemen de lange termijn waar je naartoe wil gaan over 20, 30 jaar. Je kan bijvoorbeeld niet government take omhoog brengen en de productie die je juist wil stimuleren de komende 10, 20 jaar, omdat we geen keus hebben dan om die duurzame productie te stimuleren, dan kan je geen government take introduceren die ook de productiesector, de huidige productie van ons land, ook net zo hard raakt. Dus als u een government take verhoogt nu, dan gaat u daarin mogelijkheden moeten openlaten om die productie te ontzien. Want anders gooit u met het badwater de baby weg.
die, over, die je juist wil laten groeien de komende 20, 30 jaar. Begrijpt u? Mm-hmm. En dat is precies diezelfde advies die we ook aan Weidebos hebben gegeven in 2015. Maar ze hebben het niet gedaan met het argument, ik zal u zeggen, wat meneer Simons van het planbureau, want die staat erbij, wat hij tegen mij heeft gezegd. Die heeft gezegd, maar meneer Randendelaal, al hetgeen wat u zegt, die gaat pas over 2, 3, 4 jaar mij voordelen opleveren. Maar ik heb nu een probleem. En ik zeg tegen meneer Simons, ja, maar nu, al die belastingmaatregelen die je nu neemt, daarin kan je opties allemaal openlaten voor de productiesector. Al die leningen die je nu neemt, neem ook lening om de productiesector te stimuleren. Ja, maar meneer Randendelaal, dat gaat op lange termijn pas oplossing brengen. We hebben toen die maatregelen niet genomen op die manier. En als gevolg zijn 5 jaar verder en die productie is met de rest van die economie omlaag gegaan. Begrijpt u het probleem waar we tegenaan kijken? We draaien in een vicieuze cirkel en die cirkel is nu een vicieuze cirkel geworden naar beneden. En precies hetzelfde doet deze regering namelijk. En dat is waarom we zeggen, meneer Spinas, ik kan daar nooit mee eens over zijn. Omdat de cijfers van regering Boutersen 1, 2010-2015, laten een heel ander beeld zien. En we hebben daarop toch gereageerd. Meneer Santokki, president Santokki, heeft gezegd, ja, er is vanaf 2010 geen verantwoording geweest van de in- en uitgaven van de Surinaamse overheid. Wij hebben gezegd, meneer president, ik ben blij dat u zegt dat u transparant wilt zijn. Maar transparantie kunt u bereiken door wat we noemen de slotrekeningen, de realisatiecijfers van de regering in het parlement in te dienen om je te verantwoorden. Weet u vanaf wanneer er geen verantwoording is geweest vanaf de in- en uitgaven van de overheid met de slotrekeningen, meneer Pinas? Weet u dat? Nee, ik luister naar u. Aandachtig. Het is vanaf het jaar 2000, regering Venetian 2 en regering Venetian, die drie hebben het ook nagelaten om het te doen. Begrijpt u? En meneer Santokki, onze president nu, die zegt vanaf 2010. Dat is dus slechts de halve waarheid, begrijpt u? En dat is het probleem waar we tegenaan kijken. We hebben een neiging om halve waarheden te vertellen en we nemen het aan als de hele waarheid. Maar de hele waarheid is, meneer Pinas, is dat die overheid naast die korte termijn crisis waar we over praten, ons land kent korte termijn problemen, maar problemen ook met wat we noemen van structurele aard. Er is een structurele crisis die we vanaf 1975 in het land hebben overgenomen. En wij vergeten om daar een oplossing te brengen. Integendeel, we vervallen in allerlei etnische politiek die wij van voor 1975 door die witte man in ons als paplevel in ons is gegoten. En we vervallen in allerlei retoriek en allerlei mooie beloften die we ook kennen van voor 1975, die ons nergens gaan brengen in het land. En het probleem is dus dat we hebben een neiging dan om al die halve waarheden die verteld worden. Ja, vanaf 2010, meneer Palu, u bent mede verantwoordelijk. Ja, maar wijs me dan aan waar we nu last van hebben, meneer Pinas. Waar we nu last van hebben. Waar we nu last van hebben, meneer. De koers is heel hoog. De prijs in de winkels. Er is geen geld. Er is geen valuta in het land. Dat is niet het beleid van 3 maanden Santokki. Nee, dat is veel langer. Maar vanaf 2015, die devaluatie hoefde niet zo doorgevoerd te worden. Meneer Ramnadelaar, meneer Pinas, nog iets anders. De devaluatie die ook meneer Santokki doorvoert nu, had niet op deze manier hoeven te worden doorgevoerd. Begrijpt u het probleem waar we tegenaan kijken? Hoe moest het dan? Omdat die devaluatie zoals het nu is doorgevoerd, het is niet te houden. Hoe is het doorgevoerd nu? Het is doorgevoerd zonder dat men... Het grootste probleem waar we tegenaan kijken op dit moment, meneer Pinas, is niet dat we niet genoeg geld verdienen in het land. Het grootste probleem wat we hebben is wat we noemen dat mensen, ondernemers, de bevolking, geen vertrouwen heeft in de beleidsmaker. Het gevolg daarvan is wat we noemen is tweeërlei. Een deel van die Surinaamse economie dollariseert. Niemand wil SRB's eind van de maand overhouden. Als dezelfde taxichauffeur in Suriname op dit moment, als hij 1000 SRD vast aan het eind van de maand over heeft, zoekt hij dollars. Begrijpt het probleem waar we tegenaan kijken? Maar het gevolg dat de vraag naar dollars in die samenleving
stijgt. Het is niet omdat we goederen willen kopen, omdat we ijskasten en televisies en weet ik wat nog meer die we importeren willen kopen. Niet daardoor stijgt alleen die vraag naar dollars. Op het moment, doordat dat gebrek aan vertrouwen er is in die Surinaamse beleidsmaker, in die Surinaamse politicus, krijg je dus dat de Surinaamse bevolking op dit moment ook geen vertrouwen heeft in die SRD. Nee, dus maar, elke ondernemer, elke taxichauffeur die wisselt, zoekt US dollars eind van de maand. Dus dat is één. Een tweede gevolg van het gebrek aan vertrouwen is op dit moment dat ondernemers, exporteurs, die dus goederen uit Suriname, ook productie uit Suriname, exporteren naar het buitenland. En daarmee dus ook dollars verdient en euro's en noem maar op. Die repatriëren, die, met een moeilijk woord, die brengen dat geld niet terug naar Suriname. Die houden het in Miami, die houden het in Amsterdam. Die houden het, weet ik veel waar ze het geld verdienen. Omdat ze begrijpen dat als ze die valuta hier naar Suriname brengen, dat het eigenlijk verloren is. Ze hebben dat vertrouwen niet in die beleidsmaker. En dan proberen we met de valutawet dat te dwingen, die ondernemer, om dat geld terug te brengen. Wat eigenlijk ook een goede zaak zou moeten zijn, want een heleboel landen zoals Zuid-Afrika, noem maar op, die met dit probleem, met dit fenomeen te maken hebben, die hebben wetten waar elke exporteur gedwongen wordt 100% dat geld eerst terug te brengen naar Suriname. Je moet het naar Suriname brengen, of in dit geval naar Zuid-Afrika. En je mag beschikken over dat geld en doen en laten wat je wilt. Maar je gaat het moeten terugbrengen eerst naar een bank in Suriname. En doordat dit geld, wat wij met z'n allen verdienen, en op de betalingsbalans zien we dat er op dit moment een kleine overschot is aan export, dat we toch nog een tekort hebben aan dollars in het land, valuta in het land. Hoe komt dat? Dat komt, meneer Pinas, omdat dat vertrouwen er niet is. En hoe wil je dat vertrouwen herstellen door te devalueren blindelings? Maar je voert hetzelfde beleid voort. Je voert een beleid van friends and family first. Je voert een beleid van een gemanipuleerde begroting met een tekort van 1/3 van onze BBP, meneer Pinas. Begrijpt u wat dat betekent? De vorige regering, de laatste begroting die ze hadden ingediend, was de helft van onze BBP. Dat tekort op die begroting. Er is geen verschil. En het was een gemanipuleerde begroting, net zoals die afgelopen 5 begrotingen die meneer regering Boudewijn II heeft ingediend. Precies zo heeft deze regering ook dat begrotingstekort gemanipuleerd naar 19%, terwijl het eigenlijk meer dan 33-34% is. Dit inzicht, meneer Pinas, het manipuleren van die begroting, dit inzicht komt uit de PALU. Het was ik namelijk persoonlijk die het parlement, de DNA-leden en de regering in 2011... bij mijn eerste speech toen ik in het parlement was, en u kunt het nagaan op Star News, bij mijn eerste speech heb ik de mensen erop gewezen van dat dit niet kan. Dat de cijfers vanaf het jaar 2000, vanaf wanneer ik die cijfers heb geanalyseerd, op een volgende regeringen het begrotingstekort manipuleren en kleiner maken. En na zoveel jaren erop te hebben gewezen en getimmerd en gehamerd, neem nu vast dat inzicht over. Nemen nu allerlei grote monetaire deskundigen dat inzicht over. Meneer Karam die kwam zogenaamd met een inzicht. En men vergeet hoe het is begonnen. Begrijpt u dus, om terugkomend bij uw eerste opmerking. We zijn een buitenparlementaire fractie. Mm-hmm. En wat ik dus zei, van we hebben toch invloed op hetgeen wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Is met name dit soort inzichten, meneer Pinas. Oké, okay, prima. Ik wil met u, ik hoor interessante zinnen uit u komen. U zei bijvoorbeeld, geld verdienen is niet het probleem van de regering, maar het vertrouwen. Dat zei u toch? Ja. Dat is niet het probleem waarmee Suriname te kampen heeft nu. Ik denk dat Suriname helemaal geen geld verdient. Waar verdienen ze geld mee dan? Meneer Pinas, dat is een van de leugens die de huidige coalitie, toen oppositie, haar voor waarheid, die men op een bepaald moment zelf is gaan geloven. Als ik u zeg dat de Belastingdienst meer dan 4 miljard aan SRD's achterstallige inningen heeft, meneer Pinas, vriendjes, ondernemers, bevriende ondernemers, en diezelfde bevriende ondernemers, een paar van ze zitten ook naast meneer Santokki op dat moment, dat is het trieste van het alles. Begrijp je? En de vraag is, gaan ze willen komen aan die belangen? De vraag is,
zien ze die oplossing inderdaad. Nee, maar inderdaad, mijn vraag is... Meneer Pinas, als we versneld die belastingen gaan innen op dit moment, laten we de helft ervan innen, 2 miljard. Zijn we voor de komende 6 maanden even eruit? Begrijpt u? Laten we een derde dus ervan innen. Dat praat over 1,5 miljard. Dan zijn we voor de komende 3 maanden eruit. 4 maanden. Oh, dus dat zou men moeten doen dus. Maar u zei dat er geld verdiend wordt. Dus ik wil van u weten wat het verdienmodel is. Waar het geld verdiend wordt. En in welke sector. En hoe, wat u nu zegt. Men zou kunnen verdienen middels de Belastingdienst. Heb ik hem goed verwoord? Meneer Pinas, op dit moment heeft de regering, elke regering, ook deze regering, heeft elke dag, elke week, elke maand inkomen. Meneer Santokki zei tegen mij, meneer Santokki heb ik gesproken, die zegt er is geen geld voorlopig omdat alles verpand is door de vorige regering, waardoor er helemaal geen dollar is. Daar is de druk op de dollar en vandaar die government take, verhoging daarop op benzine omdat het totaal geen geld is en ja, ze verdienen niet. Er kwam geen valuta. U bent journalist en vorige maand hebben ze met een grote brede kant van hun mond hebben ze aangegeven dat ze zelf de gelden voor de salarissen hebben opgebracht. Hoe zijn ze aan dat geld gekomen? U vraagt niet, stel hem die vraag, maar als er geen inkomsten zijn, hoe heeft u de kaart gespeeld om dat geld dan zelf op te brengen? Meneer Pinas, elke begroting. U weet wel dat er geleend is, hè? Door de lokale banken, commerciële banken, aan de regering om salaris te betalen. Er is gezegd, de regering heeft zelf het geld opgebracht. Niet geen leningen dus. En dat is wat ik u uitleg. Kijkt u naar de begroting, kijkt u naar de realisatiecijfers. Er is gemiddeld, op dit moment, omdat het is gedropt, is er ongeveer 150 miljoen SRD wat de regering ontvangt. Elke maand aan belastingen. De gewone maandloner die bij een werknemer werkt, die werknemer betaalt elke maand. Meneer Pinas, ik heb een ICT-bedrijf, ik heb werknemers in dienst. Elke eind van de maand stort ik hun belastingen bij de Belastingdienst samen met hun salaris die naar hun rekening gaat. Dus wij betalen, de gewone maandloners, die betalen belastingen zoals het hoort. De bedrijven als school, noem maar op, Fernandes die we hebben in Suriname, al die bedrijven, die en dat zijn een heleboel, meneer Pinas, die betalen gewoon hun maandloners elke maand, eind van de maand, aan de belastingen. Die dragen dat maar af. Dat is niet genoeg om een land draaiend te houden, die huishouden van de regering. Nee. Dat weet u toch? U hebt daar gezeten. Nee. Dat is een druppel op een hete plaat. Nee, meneer Pinas, u zegt de regering heeft geen inkomen. U wilt weten waar het inkomen is. Ik zeg u, er is inkomen. Uh-huh. De vraag is, wat doet u ermee? Maar ik zeg niet dat ze nul inkomen hebben, maar ze komen tekort. Dus ze komen op je woorden. Dat is een andere formulier, dat is een andere benadering. Meneer, als u een belastingdienst hebt, dan hebt u inkomen, maar het is niet toereikend. Dat is wat ik bedoel. Nee. Inkomsten uit de oliesector, uit de goudsector. Heeft u meneer Santokki dat horen zeggen? Begrijpt u het probleem waar ik tegenaan kijk? Omdat we hebben geen geld. We zijn met de rug tegen de muur. Mm-hmm. Meneer Pinas, er is dus kennelijk wel geld en we staan hier met de rug tegen de muur. De vraag is, wat doet u met dat inkomen wat u nu heeft? Het is niet toereikend. Het is niet genoeg. Ze hebben iets van 500 nodig in de maand en ze komen maandelijks van de 80 tot 200 miljoen door. Maar stelt u nu de vraag, ja, maar wat kost dan zo 500 miljoen? Ik kan u zeggen, om te beginnen het overheidsapparaat, dat weet u ook. En de rest? Dan zit u op een kleine 500 miljoen SRD, hè? Ja, maar het gaat erom, jij bepaalt als de regering waaraan je het geld uitgeeft en hoe je het geld. En dat is precies waar het om gaat, toch? Dus iemand kan niet tegen u komen zeggen, we hebben geen inkomen, we hebben geen geld. Nee, om te beginnen, er is een tekort. En dat tekort, ja, meneer Pinas, bij een goede begroting, niet die Walt Disney begroting die ze nu hebben ingediend, die op een sprookje lijkt. Hoe noem je het, Walt Disney begroting? Walt Disney begroting, ze lijkt op een sprookje. Het is een sprookjesbegroting van die we de afgelopen 5 jaar ook hebben gezien. U werkt creatief met woorden. Nee, dat is het. Het staat nergens op. Want afgelopen 5 jaar hebben we dat gezien. Wat er gerealiseerd wordt, dat is geen reflectie van de begroting.
Wat er gerealiseerd wordt, heeft niks met die begroting te maken. Die begroting is eigenlijk, kan je direct in de prullenbak gooien. Dat is eigenlijk wat de regering, en ook deze regering is ermee voortgegaan. Dat is wat ze ervan hebben gemaakt. Eigenlijk hebben ze van de hele DNA, en dat is het jammerlijke van wat we nu aan het doen zijn in dit land, meneer Pinas. En daarom zeg ik, en daar ga ik op terugkomen, het grootste probleem wat we hebben is een gebrek aan vertrouwen. En dat vertrouwen heeft niet alleen onder die bevolking te maken, maar ook in de Nationale Assemblee. De hele Nationale Assemblee die functioneert op basis van, hey, die regering gaat ons de mouw pleien, jongen. Begrijp je? Ja, ja, ja. Maar dat is toch geen goede zaak? Dat is toch niet een goede zaak? Dus de assemblee vertrouwt de regering niet? Alles is erop gebaseerd, toch? Hoe komt dit wantrouwen dan? Waar komt dit wantrouwen vandaan dan? Omdat de opeenvolgende regeringen hebben geen verantwoording afgestaan aan dezelfde assemblee. Nou, als ze verantwoorden niet aan de assemblee. Van kijk, hadden we 1000 SRD begroot. Mm-hmm. Maar we hebben maar 500, of we hebben 0 hiervan gerealiseerd. Waarom hebben we 0 gerealiseerd? Nee, maar eerlijk is eerlijk. In die korte tijd dat meneer Santokki president is, en Surinaamse assemblee is wereldwijd nu te volgen, heb ik hem vaker in de assemblee gezien dan 10 jaar boven. Dus deelt u de mening? Ja, maar wat zegt hij in de assemblee? Begrijpt u? Dus dan komt hij vaker, maar dan is hetzelfde verhaal van, ja, we hebben geen geld, we zitten tegen de muur. Ja, maar jullie hebben dit gedaan, jullie hebben dat gedaan. Dat is het verhaal wat we horen. Maar hij belooft transparantie. Waarom dient hij de slotrekeningen niet in? Begrijpt u? Waarom dient hij niet een deugdelijke begroting in? Waarom gaat hij niet praten over, ja, maar kijk nou, vorig jaar hebben we dit zoveel maar gerealiseerd. En om deze redenen hebben we het zo weinig gerealiseerd. Maar we gaan het op basis van de vorige realisatie zien we dat dit ons inkomen is. En we gaan dit inkomen gaan we besteden hier, hier, hier en hieraan. Dat is de wijze waarop een regering beleid zou moeten maken, meneer Pinas. Mm-hmm. Maar wat we zien is hetzelfde verhaal als wat meneer Boudens ook heeft gedaan. Continu komen, alleen mooie verhalen op nahouden. We gaan nu, hoor je ook, we gaan bruggen bouwen. En we gaan dit doen en we gaan dat doen. Maar als u naar de begroting kijkt en naar de realisatie, meneer Pinas, dan gaat u alleen maar lachen. Als u een beetje serieus bent om die regering kritisch te volgen, meneer Pinas, doet u een keertje moeite om te kijken naar het begrotingsproces en hoe er gelden worden gereserveerd om bepaalde zaken uit te voeren. Dan gaat u begrijpen wat ik u zeg. Als er elke maand tussen de 350 en de 400 miljoen SRD binnenkomt, meneer Pinas, en met de devaluatie die er nu is doorgevoerd, gaat het ongeveer met anderhalf keer meer worden. De vraag is, wat gaat de regering doen met dat geld? Bovendien, meneer Pinas, als we praten over politieke partijen die nu in de coalitie zitten, die zijn niet gisteren in de regering gekomen. Die zijn al 20, 30, 40, 50 jaar zijn ze al in het land actief. Dus de begroting kan hooguit zijn, zoals u het nu net formuleerde. Wacht even, waar de gedachte dat tekort 100 miljoen was, dat tekort is nu 200 miljoen geworden. Oké, dat moeten we corrigeren. Maar zoals wij het zien, we hadden gezegd, we willen de productie stimuleren. Begrijpt u? Dan gaat het alleen maar slechts om nuanceverschillen als je erover hebt nagedacht als politieke partij, hoe de oplossing zou moeten uitzien. Maar je kan niet tegen me zeggen, oh wacht even, we zijn nu kort geschoten dan we hadden gedacht. Engels staan met een rug tegen een muur en het is jullie schuld. Meneer Pinas, dat is niet. Dan wat u tegen mij zegt, als meneer Santokki continu dat verhaal in de Nationale Assemblee houdt, u hebt er heel slecht over nagedacht. U hebt geen visie en gedachte hoe u dacht die problemen op te lossen. En daarom zeg ik u nog een keer ook, meneer Pinas, het is geen borstklopperij. De PALU was de enige partij die een doorgerekend saneringsplan in de festdebatten heeft gepresenteerd. En die opnames die zijn op YouTube te vinden, meneer Pinas. U kunt het opzoeken en kijkt u vooral naar mijn presentatie. Wij waren de enige politieke partij die met cijfers is gekomen. En dan denk ik van, je hebt het zelf gezegd, hè, PALU heeft alleen maar goede dingen gedaan, waarvan akte. Maar NDP is daarvoor beloond met 26 zetels toen, maar u niet. Waarom dan? Hoe komt u dan omdat u zoveel goede dingen doet en men beloont de verkeerde? Omdat men letterlijk in het veld zei, meneer Pinas, toen we pas PALU in het veld liepen in 2015. Ja, Bouten gaat wat PALU inzetten, no spang. Ja, naar Bouten doen, no spang. En zij hebben meer geld, ze hebben meer in de media een campagne gevoerd waar wij als kleine partij niet tegen opgewassen waren. En ja,
dan kan je zeggen, de PALU heeft dat misschien slecht gedaan. We hebben heel erg slecht campagne gevoerd in de media. Klopt, we hebben geen Chotelaars en mijn spasing en weet ik veel wie nog meer. Die zijn bevoordeeld geworden. Begrijp u? Ja, ik probeer te... Ik denk als je zo goed werk, zoveel goede dingen gedaan hebt en ontzettend goed werk verricht hebt in die periode. En dan moet u ook beloond worden, toch? Want die coalitie was zo goed, hè? 2015, 26 zetels, van 18 naar 26. Nou, dan zou je tenminste van 2 naar 4 kunnen, toch? Of 5? Maar al die argumenten die u noemt. Ja, mensen zijn voor de gek gehouden. Nu zijn die mensen toch ook voor de gek gehouden? Begrijpt u? Dus, Zijn er mensen nu al voor de gek gehouden? U hebt niet het gevoel dat de bevolkingsprogramma voor de gek gehouden is? Nee, in welke zin? We're sitting. Ja? Je hebt het gevoel dat de man sitting. Met die friends and family beleid wat voortgezet wordt. Met die begroting, die sprookjesbegroting die is ingediend. U hebt wel het gevoel dat er een fundamenteel ander beleid wordt gevoerd nu. Dat gevoel heeft u. Ik denk dat u een van de weinigen bent die dat, nee, dat gevoel nog heeft. Ik denk dat het is misschien is... Ja, we praten over werkdagen. Zit je op een maand, 3 maanden. Dan kom je op iets van 40 werkdagen. Dus ik vind het al een beetje vroeg om daar wat iets te zeggen. Meneer Pinas, had er een fundamenteel ander beleid gevoerd moeten worden. Er is fundamenteel geen ander beleid dat voortgezet wordt op dit moment. Wat doet deze regering fout in 3 maanden? Wat zijn de fouten van hun behalve hun benoemings... beleid, hè, en nepotisme en superwoman, Melissa. Maar wat is er nog meer fout? Wat doen ze nog meer fout volgens u? Een van de grootste fouten die ze hebben gemaakt, meneer Pinas, is die begroting die is ingediend. Ik weet niet of u de kritiek hebt gehoord uit de samenleving, met name van de VES. Ik praat ook met VES live, rechtstreeks. Ja, ja. Maar u hebt de kritiek gehoord, hoor? Ja. Of u heeft dat niet gehoord? Die begroting die is ingediend, is een sprookjesbegroting. Het is niet serieus bedoeld om die samenleving gezond te maken. En ik ga je, het jammerlijke hiervan is, meneer Pinas, ik ga je een ander verhaal vertellen. Heel veel mensen realiseren zich dit te weinig. Wij waren ook weer als PALU een van de eerste die dat inbrachten in de verkiezingscampagne. Wij zeiden, er komt binnen 2 jaar, 3 jaar, komt er een tsunami aan dollars Suriname binnen. We gaan overstroomd worden door dollars. Eigenlijk hoeft deze regering, als deze regering 2 jaar, 3 jaar weet uit te houden, gaat de economie zich vanzelf stabiliseren. Net zoals dat heeft plaatsgevonden tussen 2000 en 2015. Eigenlijk hoeft de regering, vind ik aan 2 en 3, en met de regering bouwde ze 1, hoeft er niet veel te doen. We hadden heel veel inkomsten. De goudprijzen waren recordhoogte. De olieprijzen waren recordhoogte. Het is omlaag gedoken van 2014, begin 2015. Waardoor die regering die daarna kwam in problemen is geraakt. Maar de regering Venetiaan heeft niks gedaan extra dan die 750 miljoen euro wat ze aan ontwikkelingshulp uit Nederland hebben ontvangen. En die extra inkomsten uit de goud- en de oliesector. Dat heeft gemaakt dat die economie zich stabiliseerde. Er is niks extra gedaan van degene Venetiaan. Dat ze extra hebben geïnvesteerd in de rijsector of in de groentesector of in het toerisme of in de dienstensector. Dat die samenleving, de jongeren bogo werkgelegenheid kregen, noem maar op. Daarom hebben die jongeren massaal in 2010 op de megacombinatie gestemd, toch? Of zijn we dat weer vergeten? Omdat terwijl de NPS, meneer Venetiaan, 10 jaar lang zei stabiliteit en vooruitgang. En de economie 3-4% groeide op basis van factoren die niet in zijn invloedssfeer lagen. Het waren toevalligheden op die internationale markt die de Surinaamse economie toen heeft doen groeien. Maar die jongeren in de straten, daar is niks voor gedaan. En hetzelfde gaat nu weer gebeuren. Nu, ik voorspel u, meneer Pinas, die dollars die gaan komen over 2, 3, 4 jaren, gaat zich vanzelf stabiliseren. Die regering hoeft eigenlijk niet eens, was om een krabita anudema abi. Was om een friends and family te gaan organiseren. Uh-huh. Die economie gaat zichzelf stabiliseren. Dat is het jammerlijke. Alleen het probleem gaat zijn... Waar gaan die dollars vandaan komen dan? Zomaar uit de lucht? Waar komen ze vandaan? Waar zullen ze vandaan komen? Want dan wil ik voorbereid zijn, toch? Dat ik op de juiste plaats sta als het gaat regenen, dollars. Nou, je moet aandelen kopen in Apache en Exxon
En al die oliebedrijven die hier voor de kust aan het bezig zijn met boren en het vinden van olie. Dat is toch dat noem ik prudent beleid. Nee, dat is geen prudent beleid. Want beginningbouwers. Maar u beschuldigt de beginningbouwers een van verspilling en weet ik wat nog meer. Wij zouden dan mede veroorzaker zijn geweest van hetgeen wat er nu gebeurt. Maar beginningbouwers een heeft daar ook van geprofiteerd. Nee, u zegt binnen nu en twee, drie jaar zullen dollars overvloed aan dollars zijn in Suriname. En ik dacht, het zal de wereldeconomie die zomaar aantrekt en prijs gaan omhoog of wat dan ook. U zegt, u moet aandelen kopen en obligaties. Nou, dan kan je alleen maar doen als er een prudent beleid gevoerd wordt, toch? Anders meneer Pinas. Meneer Ramdalal. In Guyana op dit moment, gaat u maar na hoeveel dollars aan investeringen elk jaar nu binnenkomen. En ze zijn nu inmiddels de derde put aan het ontwikkelen. Nee, Suriname heeft twee putten. Suriname heeft twee putten te ontwikkelen. Die investeringen, die initiële investeringen die gaan komen, dit land gaan binnenkomen, gaat op jaarbasis, de lokaal component, men voorspelt dat, gaat rond de 80, 90 miljoen zijn per jaar US dollars. En als we een moeilijk woord, eigenlijk een haven hebben hier, waar we een aantal diensten kunnen verlenen aan die oliesector op zee, dan gaan we ongeveer 120 tot 150 miljoen in Suriname kunnen houden. Van die bijna 4 miljard, meneer Pina, schrik niet. Eén put om tot ontwikkeling te brengen, zal 4 miljard kosten. Dat is wat men hier voor de kust gaat investeren. En mensen realiseren zich dat dan waarschijnlijk te weinig. En wij hebben als Palu gezegd, meneer Pina, ons probleem over 4-5 jaar gaat niet zijn die koers te stoppen. Ons probleem gaat zijn, die SRD moet niet te duur worden. Begrijp je wat het probleem gaat worden? Dus we gaan in een omgekeerde wereld. Dus over 4 jaar gaan wij op zoek zijn naar SRD. Want ze hebben alleen maar US dollar en euro. Ja, klopt. Dat gaat er gebeuren. Bent u profeet? We praten nog wel met meneer Pinas met elkaar. Omdat dit wat ik u zeg, is geen onbekend fenomeen. Gaat u naar bij landen waar ze olie, dit soort hoeveelheden olie hebben gevonden? Begrijpt u dus? Noem een concreet voorbeeld, een recent voorbeeld. Kijk naar landen als Midden-Oosten, noem maar op, waar ze zoveel olie hebben gevonden. Ja, maar in Midden-Oosten vindt olie niet nu, hè? Voor onze geboorte. Meneer Pinas, kijk wat er gebeurt, aan het gebeuren is. En begrijpt u dus, het gaat bij mij erom, meneer Pinas. We analyseren te weinig, we studeren te weinig. En we gaan achteraf zeggen, ja, maar het is regering Finichaan geweest die inderdaad prudent beleid, stabiliteit en ontwikkeling heeft gebracht. Maar regering Finichaan heeft niks extra's gedaan. Er is niks extra's geïnvesteerd in de eigen productie. Anders zou die rijstsector toch niet kapot zijn gegaan van 84.000 hectare naar 15.000 hectare. Zouden onze groente-exporten toch niet gedaald zijn onder de regering Finichaan? Begrijpt u dus? Het gaat erom, meneer Pinas. Wij moeten zaken leren analyseren en begrijpen wat er komende is. En wat er gaat komen en wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En als we dat hebben geanalyseerd, dan begrijpen we wat onze opdracht is. En wat we zouden moeten doen nu, en dat doen we te weinig. We zouden eigenlijk, meneer Pinas, op dit moment iedereen aan tafel moeten roepen. We hebben het een paar keer geprobeerd. Het is ons niet gelukt tot nu toe. Niet alleen olieconferentie, ook wat gaan we met dit land doen in de komende 30, 40. Een van de grootste redenen waarom we niet vooruit zijn gekomen de afgelopen 40, 45 jaar, meneer Pinas, en ik heb het in het vorige interview ook al aangegeven, is dat we niet met elkaar eens zijn wat we met dit land aan moeten. Ene regering komt, die doet een paar stappen vooruit, en elke regering heeft een paar kleine stappen vooruit gedaan. De volgende regering komt, die stopt dat. En die doet haar eigen stappen vooruit. En we draaien dan vervolgens in die vicieuze cirkel. Er is geen lange termijn visie en planning. Er is geen lange termijn visie en planning. Nou, als een partij in Suriname is die vanaf de jaren 80 altijd dichtbij het vuur is, is Spalu. Klopt. Dus de verloedering van Suriname is deels te wijten aan de aanwezigheid van Palu. Waarom wordt die partij niet opgedoekt? Meneer Pinas, u heeft de geschiedenis niet geanalyseerd. U beweert nu iets wat niet klopt, toch? Nee, vanaf 1980 is Palu altijd met de militairen, toch? Zal ik u,
zal ik u zeggen, de verworvenheden van de Palu, waarvan een deel er niet meer bestaat. Zo, een paar verworvenheden. Ik heb pen en papier hier. Kunt u de verworvenheden van Palu voor mij als keren? Om te beginnen hebben wij in de jaren 80 hebben wij de rijstsector gebracht van 34.000 hectare rijst naar 85.000 hectare rijst. Inmiddels kapot gemaakt. Okay. Teruggevallen naar 15.000. Er waren record exporten van de groenten toen. En weet u hoe we het hadden gedaan toen, meneer Pinas? We hebben alle boeren aan tafel gebracht. Toen bestond een organisatie als UESCO, wat zou moeten uitgroeien tot wat we noemen sectororganisatie. De Guyanese hebben ervan afgekeken. Ze hebben hun Guyana Rice Board gemaakt. We hebben laatst twee, drie jaar geleden hadden een reisconferentie hier. De Guyanese directeur van Guyana Rice Board komt hier. En die begint zijn speech met, in the 80s we looked at Suriname. Then you had Suresco. And then we built our Guyana Rice Board. Ze hebben hun organisatie in de sector, in de rijsector wel opgezet. En ze zijn gegaan van rond de 90.000, 80.000, want ze hebben altijd meer rijst geplant. Ze zijn gegaan van 80.000, 90.000 hectare naar binnen. Dat was hem. Een interview met een beetje abrupt geëindigd, maar dat, ja, misschien zijn er de verworvenheden van Palu. Ik dank de heer Henk Ramnandalal. Moet hem een keer goed uitspreken. Henk Ramnandalal, tweede man van de Palu. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.